Ik heb hier in mijn rechterzak een drone die de dronewereld een beetje op zijn kop aan het zetten is. Dit is namelijk de DJI Mavic Mini. Een super kleine drone die gewoon op mijn handpalm past. Hij is super licht, hij weegt maar 249 gram. Hij is heel eenvoudig te vliegen. En hij heeft ook nog een heel klein prijsje, namelijk 399 euro. De vraag is dan ook, is dit speelgoed of kan je hier ook leuk mee filmen? Werkelijk iedereen die hem de eerste keer in zijn hand heeft, is helemaal verbijsterd over hoe klein en hoe licht hij is. Hij past zelfs op een iPhone 10, zo klein is hij. Maar wat is het eigenlijk voor een drone? Waar past hij in het plaatje van de DJI drones? De Mavic Mini is gewoon een rechtstreekse vervanger van de Spark van een paar jaar geleden. Maar hij heeft wel een aantal verbeteringen. Eentje daarvan is dat hij met hogere resolutie filmt. 2,7K bij 30 frames per seconde. Wil je wat meer framerate, dan moet je naar 1080 60 frames per seconde en hij schiet foto's met 12 megapixels. Hij heeft ook een aantal verbeteringen in de vorm van simpeler. Met de Spark had je bijvoorbeeld allemaal gebaren en dan kon je hem als een soort statief, zwevend statief gebruiken met handgebaren, filmpjes laten schieten en foto's nemen. Dat zit hier niet meer in. Maar je hebt het ook niet nodig, want volgens mij gebruikt niemand die gestures. Nog een groot verschil met de Spark is dat bij de Spark je de controller er los bij moest kopen. Dat was maar liefst 149 euro die je erbij moest leggen. Die is nu in die 399 euro inbegrepen. Maar kan de Mavic Mini dan concurreren met bijvoorbeeld de grote broers? De Mavic 2 Zoom en de Mavic 2 Pro? Nee. Ik zei het al, hij schiet geen 4K, maar maximaal 2,7K. Hij heeft ook niet al die sensoren van die grote broers om bijvoorbeeld obstakels te vermijden. Hij heeft minder quickshots. Dat zijn van die manieren om met de druk van de knop de meest waanzinnige filmpjes te maken. En zo mist hij een aantal dingen. Maar dat wil niet zeggen dat dit niet een hele bijzondere drone is. Deze kost, zoals ik al zei, maar 399 euro, terwijl een Mavic 2 Zoom 1249 kost en de Mavic 2 Pro 1349. Dus dat kan je eigenlijk niet vergelijken. Het is allemaal leuk en aardig op papier, maar hoe vliegt die Mini dan eigenlijk? Nou, het eerste is dat hij de kenmerkende uitklapbare armpjes van de grotere broers heeft. Dat werkt allemaal super simpel. De Mini heeft ook zijn eigen app, de DJI Fly app. Dat is een vereenvoudigde versie van die van zijn grote broers, de DJI Go 4 app. En dat maakt die interface nog eenvoudiger. Wel kenmerkend is dat hij weer dat makkelijke vliegen heeft. Bijvoorbeeld bij start en landing. Ik heb hier gewoon een knopje. Take-off, daar hou ik mijn vinger even op. De Mini gaat opstarten en opstijgen. Zweeft, blijft zweven. Ik hoef helemaal niks te doen. En vervolgens, hup, ga ik de lucht in. Ik vlieg nu in modus P van Position. Dan heeft hij een topsnelheid van ongeveer 29 km per uur. Ik heb nog de keuze voor sport. Dan gaat hij een stukje harder tot 47 km per uur. En dan is er nog de cinematic mode. Die cinematic mode wil zeggen dat al jouw bewegingen op de controller vertraagd worden, zodat je mooie shots kan maken. En dat maken je beelden vaak veel en veel beter. Nadeel van de topsnelheden van de Mini is dat die lager liggen dan bijvoorbeeld die van de Mavic 2. Waardoor je ook met wat minder harde wind kan vliegen. Bij windkracht 4 denk ik dat die Mini het toch wel erg moeilijk gaat krijgen. Terwijl een Mavic 2 dat wel aan kan. De Mini maakt ook op een andere manier verbinding met de controller. Namelijk via wat DJI Enhanced Wi-Fi noemt. De grotere broers maken gebruik van OcuSync 2.0. Ja, en dat heeft een enorm bereik. Nou heb ik zelf nog niet getest hoe ver je kan gaan. Maar ik heb begrepen dat je in open terrein met Enhanced Wi-Fi al snel 4 kilometer kan halen. Ik denk wel dat Enhanced Wi-Fi veel gevoeliger is voor obstakels zoals gebouwen of misschien als je tussen de bergen doorvliegt. Ik merkte namelijk in dit open terrein net al dat ik zo nu en dan een signal warning kreeg dat de verbinding even wegviel. Dat was dan na een seconde wel weer terug. Maar daar moet je wel even rekening mee houden. Mocht het misgaan, dan heeft hij natuurlijk wel de beroemde return to home. Als jij dus buiten bereik vliegt,
dan zal de Mini automatisch dat merken en denken van ik moet terug naar huis. En hij heeft bij het starten deze plek gemarkeerd en dan komt hij automatisch terug naar waar hij vandaan kwam. DJI heeft het aantal quickshots op de Mini beperkt tot 4. Quickshots zijn van die voorgeprogrammeerde bewegingen, zodat je eigenlijk een mooi filmisch effect krijgt. En die zijn beperkt tot Droney, Rocket, Circle en Helix. Bijvoorbeeld Droney is dat hij van me wegvliegt. Ik zal er eens even eentje doen. Ik heb nu ingesteld hoe ver de Droney moet terugvliegen en ik druk op start. 3, 2, 1. En voilà. Hij vliegt langzaam van me weg naar een hoogte van geloof 40 meter. En hij komt automatisch terug naar waar ik was. Zoals ik al zei, de Mavic Mini schiet maximaal 2,7K. En dat is interessant, want hij heeft hetzelfde formaat sensor, een 1/2 sensor, als de Mavic 2 Zoom. En die schiet wel in 4K. Waarschijnlijk heeft DJI dat expres gedaan, want deze kost €399, die Mini. En dat moet een prijsverschil zijn. Ik zou me echter niet blind staren op 2,7K versus 4K. Die Mini, die is toch echt bedoeld voor iemand die lekker op vakantie gaat, 1 of 2 keer per jaar met de mountainbike en wat opnames maakt. En die dat dan op een streamingdienst zoals YouTube zet. En als je een beetje goede opname hebt en je doet een redelijke nabewerking, dan durf ik te wedden dat de meeste mensen op YouTube het verschil tussen 4K en 2,7K niet eens zien. Een ander ding wat eigenlijk heel indrukwekkend van de Mini is, dat hij een max accuduur heeft. Je kunt namelijk op 1 acculading, op papier althans, 30 minuten vliegen. Nou, haal daar dan 10-15% van af, omdat er harde wind is of dat het koud is en die accu niet optimaal is. Maar dan nog zit je op 24-25 minuten. Ja, en dat is meer dan genoeg voor de meeste opnames. Ik raad je echter wel de Fly Combo Kit aan. Dat is een kit met een oplader voor 3 batterijen. Dan krijg je dus nog 2 extra batterijen bijgeleverd. Je krijgt propellerbescherming, wat extra propellers en wat extra van die knopjes. En dan betaal je €499, inclusief natuurlijk de Mavic Mini en de controller. En dat is een hele goede deal, want dan kan je bij elkaar in theorie 90 minuten vliegen. En dat landen is ook weer net zo eenvoudig, want dan wederom druk gewoon op de landknop. En ik hoef helemaal niks te doen. Dan is er nog iets heel bijzonders aan de DJI Mini. Dat is namelijk dat hij 249 gram weegt. Dat is kennelijk zo belangrijk dat DJI het ook letterlijk op de drone zelf heeft gezet. 249 gram. Waarom is dat belangrijk? Dat komt omdat de EU-wetgeving voor drones volgend jaar gaat veranderen. Wat er in grote lijnen verandert, is dat er geen verschil meer wordt gemaakt tussen de recreant die voor zijn hobby vliegt en de pro die video's voor zijn werk schiet. De pro die video's voor zijn werk schiet, die moet op dit moment aan allerlei eisen voldoen waar de recreant niet aan hoeft te voldoen. Nou, straks is dat gelijk en is het meer gebaseerd op het risico van het vliegen. Dus hebben ze in die EU-wetgeving onderscheid in gewichtsklassen gemaakt. Je hebt drones van 0 tot 250 gram, 249, van 250 gram naar 900 gram, 900 naar 4 kilo, etcetera, etcetera. En elke klasse heeft straks zijn eigen eis, behalve deze klasse. Vandaar dat DJI zo trots is op die 249 gram die daarop staat, want die zit nog net in die onderste klasse. Ik heb wel een hint voor mensen die nu een Mavic 2 Pro of Zoom hebben, die hebben een beetje de pech, want die drones wegen respectievelijk 905 en 907 gram. Die zijn dus net in de iets zwaardere klasse, boven de 900. Dus als jij zo'n drone hebt, dan zou het zomaar kunnen dat jij straks een theorie-examen moet doen en aan nog een aantal kleine eisen moet voldoen om daarmee te mogen vliegen. Maar met de 249 wegende Mini heb je daar dus helemaal geen last van. Die wet gaat trouwens 1 juli 2020 in Nederland in werking. Het is toch wel heel knap dat DJI voor zo'n prijs, €399, zoveel drone kan leveren. Ik vraag me af hoe de concurrentie daarmee omgaat. Ik bedoel, het is geen professionele drone, het is geen 4K.
Maar dit is toch fantastisch. Dat ding past gewoon in je zak. Je kan hem meenemen op vakantie. En je bent niet meteen geruïneerd omdat je meer dan 1000 euro moet uitgeven voor een drone. Tuurlijk. Hij kan niet bij windkracht 5 nog vliegen. Daar moet je allemaal wat meer rekening mee houden. Het bereik is iets minder. Maar dit is bij uitstek voor die mensen die 1 of 2 keer per jaar op vakantie dronebeelden willen maken. Voor de mountainbiker of de motorrijder. Maar ik denk zelfs dat er pro's zullen zijn die deze hele kleine drone toch even daar in dat ene kleine gaatje wat ze nog over hebben in hun cameratas stoppen, want de beste drone blijft nog altijd de drone die je bij je hebt. Ik ben benieuwd wat jij van de Mavic Mini vindt. Vind je het speelgoed of vind je het gewoon een serieuze drone? Laat het me weten in de comments. Vond je dit een leuk filmpje? Geef me dan een duimpje en vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal.